Het jaar 1917 vormde een mijlpaal in de Nederlandse politieke geschiedenis. Met de pacificatie kwam er een einde aan een hoop gesteggel in de Nederlandse politiek en in de Nederlandse samenleving. En in deze paragraaf gaan we eens kijken hoe het Nederland vergaat na die pacificatie. Dat is namelijk ook weer meteen een heel onrustige tijd, de periode van 1920 tot 1945. En daar valt bijvoorbeeld dus ook de Tweede Wereldoorlog onder. Oké, wat zijn nu de politieke gevolgen van die pacificatie van 1917? Nou, dat zijn er een heleboel, maar ik pak er even een paar uit. Ten eerste zien wij dat dat districtenstelsel dat Thorbecke in 1848 had ingesteld, dat dat afgeschaft wordt. Dat districtenstelsel dat betekende dus dat Nederland in 100 districten was verdeeld, want op dat moment bestond de Tweede Kamer uit 100 leden. En uit ieder district zou degene die tijdens verkiezingen de meeste stemmen kreeg naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Nou, in plaats van dat districtenstelsel komt een zogenaamd stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dus dat de kiezer op iedereen die zich verkiesbaar stelt mag stemmen. En het maakt dus niet meer uit wat de woonplaats van die persoon is. Iemand uit Maastricht kan dus gewoon stemmen op iemand uit Groningen als die dat de beste kandidaat voor in de Tweede Kamer vindt. Maar dat zorgt er dus ook voor dat de individuele politicus minder macht krijgt. Die kon namelijk in zijn district kon hij heel veel aanhangers creëren. En dan kon hij vaak ook een beetje zijn eigen gang gaan, want hij had daar soms meer invloed dan de leiding van zijn partij. Maar door dat stelsel van evenredige vertegenwoordiging, ja, moesten er voortaan landelijke afspraken gemaakt worden door de leden van de verschillende partijen. En die individuele politicus die in zijn eigen district nog wel veel invloed had, ja, die kon natuurlijk niet in heel Nederland heel veel te zeggen krijgen. En daardoor kregen die partijbesturen dus steeds meer te zeggen. En dat is eigenlijk iets wat tegenwoordig nog steeds zo is. Oké, een tweede verandering, die is een gevolg van het algemene kiesrecht dat in 1917 voor mannen wordt ingevoerd en 2 jaar later ook nog eens voor vrouwen. De politieke verhoudingen veranderen daardoor, de samenstelling van de Tweede Kamer die verandert. Die liberalen die eerst de meeste stemmen hadden, die kregen vanaf 1917 steeds ongeveer maar 15% van de stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen. De socialisten waren goed voor zo'n 25%. En de confessionelen, dat waren de grote winnaars eigenlijk van dat algemeen kiesrecht. De protestanten die kregen ook ongeveer 25% van de stemmen. En de katholieken, die partijen, die kregen zelfs vaak 30% van de stemmen. En samen hadden de protestanten en de katholieken dus bijna altijd een absolute meerderheid in de Tweede Kamer. En vanaf 1917 tot aan de Tweede Wereldoorlog zat er in iedere regering in ieder geval ook een protestant en een katholieke partij, soms aangevuld met de liberalen. De socialisten of de sociaaldemocraten, die werden er buiten gehouden. De vraag is waarom dat kan. Nou, dat heeft heel veel te maken met deze persoon die we ook al eerder gezien hebben. Pieter Jelle Stroelstra. In de vorige video over de socialisten 2.3, daarin heb ik gezegd dat hij een sociaaldemocraat was, dat hij wat gematigder was dan bijvoorbeeld die Domela Nieuwenhuis, die steeds anarchistischer werd. Maar Pieter Jelle Stroelstra, die hoopte ook nog steeds dat er ooit een arbeidersrevolutie in Nederland zou komen. En in 1917 kreeg je nieuwe hoop, want toen vond namelijk de Russische revolutie plaats. Vladimir Lenin en zijn bolsjewieken grijpen de macht in dat grote Rusland. Daar zou het eerste arbeidersparadijs gaan ontstaan en Pieter Jelle Stroelstra raakte daardoor geïnspireerd. Mede ook nadat in Duitsland ook nog eens socialisten aan de macht waren gekomen. En in 1918 achtte Stroelstra de tijd dan ook rijp om de arbeiders de macht te laten krijgen in Nederland. En Stroelstra eiste dan ook in 1918 dat het kabinet, de regering, de macht over zou dragen aan de arbeiders. Maar die Stroelstra had de verhouding in Nederland toch een beetje verkeerd ingeschat. Want hij had verwacht dat de arbeiders massaal de straat op zouden gaan, maar dat gebeurde niet. De mensen gingen wel massaal de straat op, maar dan om hun steun te betuigen aan de koningin en aan de regering. Dit was de reactie. Na 4 jaar lijden, de Eerste Wereldoorlog, wenst ons volk vrede, orde en brood, maar geen revolutie. Stroelstra had de verhoudingen dus nogmaals helemaal verkeerd ingeschat en die inschattingsfout die wordt Stroelstra's vergissing genoemd. Het gevolg daarvan was dat de socialisten buiten de regering werden gehouden. Tot 1939 zouden ze in geen enkel kabinet zitten. En die regering bestond dus altijd uit in ieder geval protestanten en katholieken, soms aangevuld met de liberalen. De verhoudingen in de politiek lagen behoorlijk vast in Nederland. Maar dat geldt niet alleen voor de verhoudingen in de politiek, de verhoudingen in de hele maatschappij lagen behoorlijk vast. Rond 1917 was de verzuiling
definitief geworden. Die opdeling van de maatschappij in bepaalde levensbeschouwelijke groepen, zoals protestant, katholieken, socialisten en dergelijke, die allemaal hun eigen verenigingen en hun eigen omroepen enzovoort hadden. Nou ja, dat hele proces was op gang gekomen door die Abraham Kuyper, die we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. En rond 1917 dus, zoals er staat, verzuiling definitief, wat houdt dat dan in? Nou ja, de confessionelen, zowel katholiek als protestant, die hadden zich helemaal teruggetrokken, eigenlijk binnen hun eigen groep. En dat betekende dat zij eigen politieke partijen hadden, eigen omroepen, denk bijvoorbeeld aan de KRO, de katholieke radioomroep, of de VPRO, de vrijzinnig protestantse radioomroep. Maar ook kranten, eigen scholen, denk terug in die schoolstrijd, eigen verenigingen. Hier in het zuiden hebben we bijvoorbeeld heel veel RKVV's, Rooms-Katholieke Voetbalverenigingen. Nou, dat is ook een teken van die verzuiling eigenlijk. Dat was dus een voetbalvereniging voor de katholieken. De socialisten, die waren iets minder verzuild, maar ook daar zag je dat die eigen politieke partijen hadden, eigen omroepen en eigen kranten. Ze hadden alleen geen eigen scholen en ook veel minder eigen sportverenigingen en dergelijke. Ja, en die liberalen, ja, die bleven eigenlijk een beetje tegen wil en dank over. Die hadden helemaal niets met die verzuiling en die vonden zichzelf dan ook, ja, meer algemeen. Die wilden niet bij een bepaalde groep horen. Die waren dus ook wel neutraal, zoals ze het zelf zeiden. Maar ja, als je als enige overblijft, dat betekent automatisch dat je eigenlijk ook een aparte groep vormt. En ja, er waren dus ook liberale politieke partijen en er kwamen liberale omroepen en er waren liberale kranten. En de Nederlandse samenleving was dus sterk verzeild, de verhoudingen lagen heel duidelijk vast. En gewone mensen hadden heel weinig contact met mensen uit een andere zuil. Dat wilden ze ook niet, ze bleven liever binnen hun eigen zuil. Ja, en dit kun je een beetje eng vinden of een beetje overdreven vinden, maar het heeft ook zeker positieve kanten. Het heeft heel positieve gevolgen gehad voor Nederland. Want in Nederland lagen de verhoudingen dus heel duidelijk vast in een tijd waarin het in andere landen heel erg onrustig was. Hier hebben we Europa en nu gaan we eens even die tijd. Dat is de tijd van de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918. Met dus in 1917 die Russische Revolutie, het communisme, een radicale politieke stroming grijpt daar de macht. In 1922 een andere radicale politieke stroming, het fascisme, wordt de baas in Italië. Benito Mussolini wordt daar regeringsleider. En 11 jaar later is Adolf Hitler de leider geworden in Duitsland. Het nationaal socialisme neemt daar de overhand. In alle drie de staten die we hier zien ontstaan uiteindelijk totalitaire systemen die totale controle over het doen en laten van de bevolking proberen te krijgen. En ook in andere landen zien wij dat er communistische groepen zijn of fascistische groepen zijn die de macht over willen nemen. En die vormen eigenlijk allemaal een gevaar voor de democratie. Hoe zit dat dan in Nederland? Nou ja, daar speelt die verzuiling een heel belangrijke rol. Al die radicale politieke stromingen, of ze nou fascistisch zijn of communistisch of nationaal-socialistisch, ze krijgen weinig aanhang, want iedere Nederlander zat eigenlijk prima in zijn eigen zuil. Hier zien we de verkiezingen in het jaar 1937 op dat kaartje van Nederland. En dan zie je dat de confessionelen en de socialisten, dat die vooral heel veel stemmen krijgen. En dat zoiets als de NSB, de grootste radicale partij in Nederland, een nationaal socialistische partij, dat die nauwelijks stemmen krijgt. Nederlandse kiezers bleven liever trouw aan de leider van hun zuil, zoals bijvoorbeeld de protestantse Hendrikus Colijn, de minister-president in deze tijd, in de jaren 30, wat sowieso een lastige tijd was, want het was ook de tijd van de economische crisis. Maar goed, uiteindelijk wordt het ook hier allemaal anders als de Duitsers in mei 1940 Nederland bezetten. Die Duitse bezetting die maakt een einde aan de rechtsstaat en de democratie in Nederland. Hier wordt de nationaal-socialisten dus ook de baas en dat betekent dat er burgers zijn die niet langer door de grondwet, door de rechtsstaat beschermd worden. Denk terug aan de jodenvervolgingen die ook in Nederland plaatsvinden of mensen uit het verzet die zonder pardon geëxecuteerd worden. Mensen konden om het minste of geringste opgepakt worden door de Duitse bezetter. En dat betekent dus dat er eigenlijk geen rechtsstaat is, dat je niet meer beschermd wordt door de wet. Daarnaast kwam er ook een einde aan de democratie, want alle politieke partijen in Nederland werden verboden, behalve de NSB, die fascistische partij die we op de vorige dia ook al zagen.
En alles wat in de jaren daarvoor dus opgebouwd was, ja, wordt in 1940 in één klap eigenlijk weer afgebroken. Maar na 1945, als de Duitsers verslagen zijn, ons land weer zijn verlaten, ja, dan gaan we weer gewoon lekker verder op de weg die we voor 1940 al ingeslagen waren. Maar goed, dat is een nieuwe paragraaf.